Een hele goede morgen. Welkom bij New Ups and Down. Ik heb Liam naar schooltje gebracht. Ik ben door de regen naar de winkel gegaan en ik ben nou weer thuis. De kindjes hebben al fruit gehad. Jordi staat daar. Sam die is daar ook ergens. Waar is Sam? Oh, Sam zit daar. Dus ik zit heel even op de bank, want ik ben echt even het weer buiten zo verblijven. Dus, hè. In ieder geval, ga daar even opruimen nog en wat dingetjes allemaal doen. Heel eventjes zitten en dan aan de slag. We hebben even Liam opgehaald en dan onderweg naar huis. Gaan we even lekker croissantje eten. Komt eraan. Alsjeblieft. En dan is het weer een tijd voor een melkflesje en lekker naar bed. Lekker allemaal happen. Er kan hier een kind niet slapen. Want die is nog steeds wakker. Dus ja. Ik ga me naar beneden halen. Dus. Tada. Ik weet dat Sam ook al wakker is. Maar hè. Oh, en trouwens, ik ben van de week gebeten door Jordi. Hij was zo ontspannen. Deed hij niet expres, want hij schrok er zelf van. Kindjes liggen op bed. Ik heb net even mezelf, mijn wenkbrauwen en dat soort dingen allemaal gedaan. Ik ga nu nog even opruimen. Niels is heel eventjes bezig met zijn werk. En dat is hoe de avond gaat zijn. Een hele goeie. Morgen is het nog. Kindjes die hebben vanochtend lekker met papa een ochtendje gehad. Ik ben de was aan het doen. Ik ben nog even de bus verlossen. Oh ja, die heb je ook nog gedaan, ja. Dus we hebben wel wat dingen gedaan. Nu krijgen ze flesjes. Ze hebben net allemaal lekker een croissantje gegeten. Hier zie je nog het eindresultaat van Liam. En dan gaan ze zo lekker naar bed. En dan gaan wij lekker eventjes ons eigen ding doen. Voor de mensen die zich afvragen hoe het met Joef gaat. Ze is nog steeds zo gek als een deur. Nu moet je lekker zitten, hè? Maar ze heeft niet echt meer diarree gehad, of wel? Zoals van de week. Ja, vannacht. Vannacht, oké. Maar ze heeft niet meer bij mij, heeft ze geen ontlasting gehad vandaag. We gaan het gewoon zien hoe het loopt. Naar mijn idee is ze nog steeds hetzelfde. Ze spoort nog steeds niet. Dus ze speelt met de tandjes. Ja, de krokodillenspel. We zijn aan het eten. Wat eten we, papa? Broodje saté en soep. Ja. En broodje soep. Ja. En ik heb vandaag niet veel gefilmd. Ik ben voornamelijk aan poetsen en aan doen. Je mondje doen. Morgen komt er wel een leuke dag aan, maar dat gaan jullie nog zien. Mijn haar zit echt geweldig. Maar goed, ik heb een to-go box besteld. En Niels die heeft hem even voor me opgehaald. Ik ga laten zien wat erin zit. We hebben een, hij is van de co-op, dus ja, het is eigenlijk voor de supermarkt spulletjes. Aardappelpartjes zitten erin. Rundersoeppakket. Runderpoulet. Wortels persiebonen. Een zakje snijbonen. En wat is dit? Italiaanse ovenschotel. Kipfilet. Ben benieuwd.
aantal dingen doe ik in de vriezer hoor. Dus ik denk trouwens dat ik wel alles in de vriezer doe. Alleen deze niet. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren helemaal niet zoveel gevlogd. Ik ben continu bezig geweest. Ik heb hier beneden alles klaar met Niels gemaakt. Overgepoetst, was gedaan, alles erop en eraan. En waarom? Zodat ik daar vandaag niet aan hoef te denken. Want vandaag gaan wij eventjes naar een dierentuintje. Best zo, hè? Ja, daar gaan we heen. En ik ga zo broodjes maken. En kleding pakken voor de kinderen. Kleding klaarleggen voor de kinderen. Zorgen dat alles in tassen zit. En dat we gezellig met het hele gezin onderweg kunnen. Dus ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat lopen. We zijn onderweg. Yay. Naar de diertjes. Yay. Met de apen. Met de apen. We gaan de apen bij de dieren afgooien. Yay. De eerste aap hebben we al gevonden. Kijk eens, Liam. Jij komt ook kijken. Het is net een tablet, Jordi. Net een tablet. Een beetje. Hé, hey, kijk hier. Moet je in de raampjes kijken? Hij vindt het echt geweldig, hè? Wauw, wat doet hij? Dat? Zag je dat? Kijk, daar zit een slang. Ja. Kom je naar beneden weer? Papegaaitjes. Wauw! Ik weet niet wat het zijn. Oh, dat zie je daar. Beermacht. Beer wat? Beermacht. Oh. Die afbuiten. Wauw! Wijs dan voor Liam aan. Zou er stroom op staan? Weet ik niet. Liam, vind je leuk? Vind je leuk? Dat maar ding. Vind je leuk? Is een broodje eten, hè? Lekker broodje eten. Yummy. Yummy bij de vogeltjes. Yay, lekker broodje eten. Niels heeft dat geitje naar binnen gehaald. Oh nee, dit geitje. Nee, dat was niet. Was dat die? Die heeft Niels naar binnen gehaald. En hier zit een geitje mijn zooi op te eten. Geitje, doet dat nou eens niet. Zeg, Liam, kom bij mama. Dat dus. Kijk, dat is je tutteldoekjes. Dat zijn je tutteldoekjes. Zijn die er niet wel? Nee. Liam, nee, kom. Deze wel.
Niet je blote buik laten zien. Dit vindt Jordi niet tof. Wat? Waarom word ik nou gefilmd? Oh Sammy! Ze hebben nog iets voor een broodje om. Oh, je schoen is helemaal. Ja, dat is toch zacht in de wacht. Waar is dat? Laat die vogel nou eens met rust. Die vogel lacht je aan. Jordi, goed zitten. Laat die vogel nou eens met rust. Ja. Een zwarte. Een panter is dat toch? Er staat hier, hè, Jaguar. Niels, dat zijn net jij en ik. Voorspel. Is dat voorspel? Ja, papa. Hij loopt achter je aan, papa. Zeg maar hi, zwijntjes. Ja, die denkt bij zijn eigen hele fietsje. Maar die slaat achter je. Ja, loop maar even door. Boom. Ja, nou wordt hij boos. Ja, maar papier gaat zitten. Ik weet niet waar.
Hij heeft het ook koud. Yay! Dan wordt hij misselijk, of niet? Ja, ik denk dat hij er nou uit moet. Ja. Weer eruit? Jawel, je gaat eruit. Wauw! Dan is het gauw linea recta terug naar je vader. Nee. Hij wil in de poep rollen. Ja, wat is goed van jou? Mijn naam is het. Ja? Fuck off! Fuck off! Hij maakte net een geluid. En dan doet hij niet meer. Potverdorie! Papa! Harry Potter is er ook. Dit is de goudkop leeuwaap. Schattig. We laten jullie alle mooie kanten zien, maar we laten jullie ook de vervelende kanten zien. Jordi is momenteel overprikkeld. Ik weet ook niet waar zijn bril nu is. In de tas. Oké. Hij is nu overprikkeld. Hij is eigenlijk helemaal over de zeik, dus het is gewoon tijd om weer naar huis toe te gaan. Hij is echt niet blij met zijn ouders momenteel. Liam die was ook niet blij met zijn ouders net. Maar dat is nu al wel weer voorbij. Die is nu alweer een stuk rustiger. Maar dit is ook een dingetje als je een kind hebt met een beperking. Hij is momenteel overprikkeld. Dus dan moeten we keuzes maken. Kindjes hebben geslapen. Niels is even voor mij naar de winkel geweest. Ik heb witlof met ham en kaas. Aardappeltjes. Vleesje. In je mondje, in je mondje. Hij moet even proeven af en toe. Hij vindt het lekker. Sammy is ook lekker aan het eten. Liam is lekker aan het eten. Ze hebben allemaal hetzelfde. Hij vindt witlof lekker. Ja. Dat vond hij vroeger ook altijd lekker. Ik weet niet hoe dat nu zit. Nu is hij gewoon de ham aan het eten. Dus, bij deze iets smakelijk. Vraag je trouwens. Wat eten jullie eigenlijk altijd bij jullie gebakken aardappeltjes en zo? Ik pak meestal mayo en ketchup. Niels pakt vaak of mayo en curry. Wat pakken jullie? Laat weten in de comments. Of niks. Of niks. Maar dit is wat ik meestal doe. Maar laat even weten in de comments. Ben benieuwd. De kindjes liggen in bed. Niels is nog even met Jordi bezig geweest. Liam wil ook niet direct slapen. Die had ook een beetje buikpijn. Ik denk gewoon door de drukte van vandaag. Niels is nu even douchen. Ik ga daarna douchen en dan lekker mijn bed in. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.